Ik vind Hans gewoon te gek. Ik hou eigenlijk altijd van wat hij maakt. Zijn reactie is geweldig. Ja, heel tof. Ik vond, er waren heel veel dingen bij waarvan ik dacht, die wil ik hebben. En voor mij is dat een heel goed ding. Dat je, dus niet dat je denkt van, oh wat mooi, maar dat je dat het hebberige kind in mij wordt aangewakkerd. Ik vind het een hele volle show. Ik heb heel veel items gezien. Een mooie collectie voor mannen. Ik vond het een hele frisse show. Die me vrolijk maakte. Ik werd zo gelukkig van de kleuren. Het was soort van babyblauw met dat zacht geel. En dan gewoon heel brutaal ineens gewoon piratenschepen. Soms ook van die verrassingselementen dat de kant gebruikt werd in een stof. Maar naar mijn idee functioneel. Dat kleine dingetje, dat vind ik dan zo, daar word ik heel gelukkig van. En wat ons heeft geïnspireerd om de collectie te maken zoals die is, is dat we hebben gedacht aan lange zeereizen in het begin van de vorige eeuw. Maar dan ook iedereen die op zo'n cruiseschip aanwezig was. Dus de stouwers en de stokers. Dat zie je in een bepaalde manier van verven die we hebben gebruikt in de casual kleding. Maar ook de bemanning, de matrozen en officieren. Dat zie je ook weer in de designering en dat zie je in de kleuren. Maar ook de gasten die daar waren. Dat waren natuurlijk mensen met veel geld die zich dat konden veroorloven en die zo'n lange reis maakten. Dus we hebben geprobeerd die twee werelden aan elkaar te smeden. Dus een soort van romantische elegantie, maar een eigentijdse casual. En dat zo bij elkaar. Als je de show nou in 3 woorden zou samenvatten, welke 3 woorden komen er in jou op? Cosmopolitisch, romantisch en sterk van kleur. Avontuur. Saint-Tropez. Liefde. Te gekke show. Uiterst draagbaar. Very urban. Het is typisch Hans Hubbink. Heel mooi, heel fijn. Gedetailleerd gemaakt allemaal. Ook wel met stoffen, katoen, linnen. Ja, dat is typisch Hans natuurlijk. En af en toe zie je een hele mooie, vrolijke rok voorbij komen. Ik vond die gele rok op het eind echt prachtig. En het was een soort van bruine, doorzichtige jurk. Heel mooi. Echt, ik loop heel graag in jassen en in jasjes van Hans Hubbink, want daar heeft hij echt, ook zeker voor de mannen, een ultiem gevoel voor. Goede maten, goede snit, ja helemaal top. Zie je het, ik ben trots hè. Ik vind het leuk dat die bellbottoms ook weer terugkomen. Daar hou ik meer van dan die pofbroeken die we een paar jaar heel erg hadden. En ik vond een hele mooie stoffen, heel mooi zwart pak. Ik vond een heel mooi soort blauw strandkleurig pak. Vond die beginpak ook allemaal mooi. Ik weet niet of ik het nog kan hebben, maar er was één lichtrood pak bij. Helemaal te gek. En één pak met zwarte en gouden strepen. Misschien word ik word er misschien een beetje clownesk van, maar dat zijn pakken, weet je, dat je denkt, Hans, hier ermee, onmiddellijk. Dat, weet je wel. Wat ik het grootste compliment vond, is dat iemand zei, ik kan heel makkelijk iets moois vinden. Maar ik word niet zo snel hebberig. En ik werd hier hebberig van. En ik denk dat je dan de juiste combinatie vindt tussen vernieuwd vernieuwend en menselijk. En daar ben ik heel blij mee. Ik vind het een groot compliment.